We hebben natuurlijk de Annapolone tentoonstelling, die hebben we aangegeven. Daarom hebben we het nu in het najaar en niet in het voorjaar, zoals u eigenlijk van ons gewend bent. We vragen het ons af, maar we hebben Annapolone verzocht om ook naar het Paleis Bloom te komen. En dan wil ik nu heel graag aandacht voor Openlezen van Vorsten. Heeft, denk ik, de totale koninklijke familie wel ontmoet in Nederland. En mag ik uw aandacht voor Ronnie Toop. Dank u wel. Dames en heren, mag ik echt een hele grote ovatie. Wat deze dame doet, ze doet niet alleen geweldig plat uitbrengen, maar ook de crown, Engels plat. En ze kan ook geweldig zingen. Nee. Ja. Dat gaan we zo meteen doen. Maar, jij kent ze ook allemaal. Ja, maar dat is bij je stokwerk natuurlijk. Ja, maar ik zie altijd, ik weet niet wat er is, maar je hebt altijd een vonkje in jouw ogen als je de koning spreekt. Ja. In ieder geval, ik ben al vier jaar, mag ik deze dag openen met een aantal liedjes. Ik maak nodig lange optredens, er zijn 4 of 5 liedjes. En waarvan 1 dat wij samen gaan. Nou ja, dat is, jij doet alleen maar mee, als je dat belooft. Dus niet dat ik mee. Nee, je moet meedoen, Dus het is echt, ik heb geen Voice of Holland niveau. Ik ben ook ooit van pianoles afgestuurd, niet voor niks. Maar ja. Laten we het gelijk doen, dan is het ijs gelijk gehaald. Dus, wat zou het leven zonder vrienden zijn? Ja, ik had eerst gezegd, ik doe eerst met anders doen. Nee, dat is niet. Asje. Wat zou het leven zonder vrienden zijn? Voor deze prachtige Annapolone, haar prins, een mooie verhouding. U bent hier eigenlijk de hele dag, hè? Ja, wij zijn een dag op het loon. Natuurlijk is mijn vrouw veel liever op Soestdijk, maar vandaag gaan we het loon zoeken. Dit was het eerste beeld dat we van Mathilde zagen in 1999. Ik vind het eigenlijk wel leuk om jullie een paar variaties te laten zien hoe jullie nou ook zo'n knot kunnen maken. Ik heb deze quiz niet alleen gemaakt, want ik heb hulp gekregen van Oscar Meijer. Een hele trouwe lezer. Gekker kon het niet. En ik moet eerlijk zeggen, het is daarna nooit meer zo gek geweest. Integendeel tussen u en mij, het is daarna natuurlijk langzamerhand een beetje afgelopen. Met al meer onbeduiderende vorstendom. Hoe we het ook zien, hè, de grote glorie. Hè, ze trouwen niet met prinsen uit Zweden, niet meer met Engeland. Dus wat ze in de 18e eeuw en de 19e eeuw zo allemaal zo lekker begon, dat zakt wat af. Straks als de jury uw werk gaat nakijken, dan moeten de antwoorden even door, hoor.